Kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van ATV COVID-19 Update. In dit programma brengen wij u informatie, inzichten en vooral updates over de COVID-19-pandemie die Suriname ook in haar greep houdt. Momenteel zijn er geen COVID-19 positief geteste personen in Suriname. De teller is gebleven op 10, waarvan 9 COVID-19 vrij zijn en 1 persoon helaas is overleden. Nu zitten er 69 personen in quarantaine. Vandaag hebben we een gast in de studio en vandaag is onze gast Samantha Gajraj, deken van de Orde van Advocaten. Samantha, hoe gaat het met jou? Goedemorgen, gaat het goed. Hoe gaat het met jou? Goed hoor, prima. Nou, Samantha, met jou ga ik praten over de COVID-19-pandemie die de rechtspraak heeft getroffen. Hoe ben jij persoonlijk omgegaan met deze situatie? Nou, allereerst zijn we heel blij dat we op dit moment geen nieuwe gevallen hebben. Ik denk dat de hele samenleving verheugd is. Ik persoonlijk ben, ik heb een kleintje, dus ik ben heel voorzichtig geweest. Extra voorzichtig zelfs. Maar tegelijkertijd moet je ook je werk door blijven doen. Ja. Dus het was een challenge. Er was een beetje een paniekerige situatie, omdat er in één keer alles dichtging. Alle gebouwen gingen dicht van de rechtspraak. Het Hof van Justitie heeft één keer gezegd van, oh, stop, niemand mag meer naar binnen komen. De collega-advocaten die wisten even niet wat hun te wachten stond. Maar we hebben onze dienstverlening niet stopgezet. Dat hebben we gewoon door laten gaan. Dus in die hoedanigheid hebben de advocaten wel zo goed als mogelijk de samenleving proberen te dienen. Met dien verstande dat we geprobeerd hebben om zoveel als mogelijk alles telefonisch te doen. Okay. Dus als het niet echt noodzakelijk is om de cliënt te ontvangen op kantoor, hè, fysiek, dan telefonisch of via een appcall of Zoom meetings. Eén minpuntje dat we niet hebben kunnen doen, dat is nu wel veranderingen gekomen, we konden geen nieuwe zaken indienen. Dat was lastig, want dan krijg je cliënten, hè, die hebben ook het gevoel dat hun rechtsgevoel wordt aangetast. Veel collega's hadden daar ook een protest tegen, maar we snappen het. Het is een situatie waar niet alleen wij als land nog nooit mee te maken hebben gehad, de hele wereld heeft nog nooit met zo'n situatie te maken gehad. Dus op dit moment is het gewoon understanding all over. We hebben alle medewerking verleend aan het Hof van Justitie. Bijvoorbeeld als we cliënten hebben voor de strafzittingen, als iemand gearresteerd wordt, dan was dat voorheen zo dat de verdachte gebracht werd naar de rechtercommissaris, werd voorgeleid. Toen hebben ze dat plotseling stopgezet. Er werden geen verdachten meer over en weer vervoerd. Omdat er een bericht ook was verschenen in de media. Dat een parketwachter, volgens mij zijn partner, ja, die wat had contact gehad met iemand die besmet was met het virus. Dus het was echt paniek all around. Ja. En in die panieksituatie hebben we getracht om samen met Stop Justitie zo kalm mogelijk te blijven en zo goed als mogelijk de dienstverlening te blijven verlenen. Welke voorzorgsmaatregelen heb jij vanuit huis uit in acht genomen? Mijn persoonlijk privé zijn we een beetje op de grens van paranoia, dat moet ik eerlijk zeggen. En hoe ga je daarmee om, ja, met iedereen nou, zo? Ja, dus net wat ik zeg, ik heb een kleintje, ze is nu 2. Ik ben de eerste maand ben ik vrijwel gewoon thuis gebleven met haar. Helemaal geen contact met de buitenwereld, okay, toen het pas bekend werd gemaakt. Dat was vlak na Pagua, hè? Ja, klopt. En mijn partner, mijn man, die ging dan naar buiten. Hij ging gewoon normaal naar het werk, ook gewoon normaal naar kantoor. Als hij thuis kwam, dan hebben we in de garage een tafel hadden we neergezet met zeep, desinfectant, palm, ja, alles wat je maar kan voorstellen. En dan kleedde hij zich echt uit in de garage. Hij ontsmette zichzelf helemaal en kwam alleen in zijn onderbroek naar binnen. Okay. Ging gelijk naar de badkamer en douchen. En die kleren lieten we in de garage een paar dagen. Want we hadden gelezen dat het virus ook op kleding kan blijven leven. Dus dat lieten we in de garage staan een paar dagen. En dan werd het na 2-3 dagen werd het dan gewassen. Okay. Dus heel paranoia. Niemand ontvangen thuis. Nee, helemaal niet. Op een gegeven moment, ik kan heel goed thuis blijven. Ik zie er niet naar uit. Heb je dat ontdekt pas? Nee. Is altijd zo geweest? Ja, ik ben altijd een huismus geweest. Okay. Ik kan gewoon een week thuis blijven. Ik heb daar geen moeite mee. Mijn man niet. Die wordt helemaal gek als hij een halve dag thuis moet blijven. Dus daarom hebben we ervoor ook gekozen. En ook omdat mijn dochter liever met mij is. Voor langere periodes.
Dus dat hij dan ging werken en hij de boodschappen ging halen. Maar dat was ook een challenge, de boodschappen. Want in één keer waren alle winkels leeg. Dus het was echt paniek all over. Oh, want je gaat in de winkel en dan in één keer is er geen knoflook. En dan heb je die kleine, miserige knoflookjes die je moet gaan gebruiken. Geen uien, geen aardappelen. Met pap. Ik had gelukkig, ik heb altijd een voorraad. Dus ik had gelukkig vlak ervoor onbewust mijn voorraad aangevuld. Okay. Maar ik kan me de paniek situaties bij andere ouders wel voorstellen. Ja. Dat er in één keer geen pap meer is voor je kind. Oké, okay, is de situatie nu een beetje genormaliseerd thuis bij u? Ja. We zijn, dus nu hebben we het onder controle? Ja, we zijn veel relaxter geworden. We doen nog steeds ontsmetten, geen handjes geven, dat soort dingen. Niet, niemand thuis ontvangen. We hebben 2 verjaardagen achter elkaar gehad van mijn dochter en mijn man. En dat hebben we alleen gevierd met de wederzijdse ouders, dus grootouders. Dus dat soort dingen doen we nog niet, ook niet bij de buren op bezoek. Ik woon in een hele leuke buurt, maar ook met de buren praten we op een afstand. We gaan niet meer bij elkaar aan huis. We leggen geen huisbezoeken af. We letten ook erop dat beide grootouders, we hebben ervoor gekozen, de grootouders zijn respectievelijk in zelfquarantaine gegaan, uit voorzorg. Zodat iedereen wist van oké, we zijn virusvrij. En we hebben dus ervoor gekozen om ook het contact, dus onze de grootouders dan, ook zo veel als mogelijk te minimaliseren met de buitenwereld. Heb jij nu ook het gevoel, aangezien er geen COVID-19 geïnfecteerde personen zijn in Suriname, nu op dit moment, heb jij ook het gevoel dat alles nu wel kan? Nee. Waar veel mensen zich in vergissen, en ze worden ook heel boos op die lockdown. Ik kan het me wel voorstellen, vooral de horecasector en de sector die 's avonds werkt. Hè, die lijden zoveel verlies, die kijken die faillissement aan. Ik kan me dat echt voorstellen. Ik kom ook uit die branche van huis uit. Dus ook wij lijden verlies. Maar op dit moment is er één van overweging die je voor jezelf moet maken. Het klinkt moeilijk, ik snap het. Want als je geen eten hebt, hoe moet je gezond blijven? Hè? Als je geen geld hebt om eten te kopen. Dus ik snap die gedachtegang. En ergens zal dan de overheid moeten inspringen nu. Dat duurt nu een beetje lang. Mm-hmm. Dus ze moeten nu wel reageren en met fondsen komen. Maar we zijn er nog lang niet. Want er zijn dragers. En ik kan een drager zijn en jij kan ook een drager zijn. Dus dan heb ik het overgedragen op jou en dan ben jij 14 dagen verder en dan infecteer jij weer een drager. Ja. En zo zijn we dan misschien, ik praat nu al over ergens september. Dus de scholen openen, het nachtleven weer opengooien, dat lijkt me niet verstandig. Nee. Ik denk dat we er nog lang niet zijn. We doen het heel goed, we doen het beter dan dat is waar. Volgens mij alle landen in de wereld zelfs. Ja. Toch? En je moet je indenken, als je ooit naar India bent geweest of als je het op tv hebt gezien, zelfs India is op lockdown. En in India krioelt het van de mensen. Net wanneer je een beetje suiker laat vallen en je zoveel mieren hebt, zoveel mensen zijn er in India de hele dag. En als zelfs zij op lockdown zijn, dan moet je beseffen dat dit wel heel ernstig is. Het is een ernstige situatie. Ja. Helemaal. Oké, dan gaan we terug naar de rechtspraak. Hoe ziet de situatie er nu uit? Nou, op dit moment hebben ze dus een aantal veranderingen aangebracht. We werken heel veel met de e-mail, heel veel telefonisch. Mm-hmm. De griffiers zijn bereikbaar. De zittingen zijn zoveel als mogelijk uitgesteld. Je kan een spoedkortgeding indienen, maar dan moet die zaak echt een dringend karakter hebben. Dat wordt getoetst. Dus dan kan je wel een spoedkortgeding indienen. Sinds deze week kan je nou ook nieuwe zaken indienen. Okay. Dus dat is ook redelijk genormaliseerd. Je mag in het gebouw voorheen mocht iedereen, als je de voorschrift in acht nam, mag voor iedereen naar binnen. Nu willen ze maar 10 mensen in de ruimte. Dus dan moet je bedenken, je hebt de rechter, je hebt de griffier, eventueel de deurwaarder. En dan heb je eventueel de bewaking. Dan zit je al op 4 vaste mensen. Mm-hmm. Dus dan waren er nog om en bij 6. Wij hebben 5 vaste waarnemers gekregen. Dus dat zijn 5 mensen die wij zelf als orde mochten aanwijzen. Die namens ons gaan naar de zittingen en de uitspraken aanhoren. Ja. Want voorheen gingen dan de advocaten zelf of ze stuurden hun klerken. Maar het was echt lekker druk, gezellig. En nu hebben we dus 5 vaste waarnemers die namens iedereen gaan. En elke advocaat heeft dan die is een van die 5 uitgekozen. En die nemen dan waar en die kan je dan bellen. Okay. De vorige leidingen gebeuren nog steeds deels telefonisch. Ze hebben er een kleine verandering in gebracht om te beslissen als de arrestant echt aangehouden moet blijven worden of verlengd wordt. In eerste instantie wordt die nu wel weer gebracht naar het parket, want de arrestantenvervoer was helemaal stopgezet, dus dat is nu weer op gang gekomen.
Maar er wordt nog heel veel telefonisch gedaan. Dus jij kan dan als raadsman of raadsvrouw kan je dus naar het politiebureau gaan en van daaruit wordt er gebeld en dan kan je daar van daaruit je cliënt bijstaan. Of je kan naar het kantoor gaan van de rechtercommissaris en dan wordt ook telefonisch wat er gebeld of speakerfoon. Ja. Dus dat is dan één verandering. Ga ik even spieken, want er zijn zoveel veranderingen. Ja, we zijn gedwongen geworden nu om technischer te worden, omdat echt zoveel via e-mail gaat, via Zoom. Dus dat zijn eigenlijk de uitdagingen? Ja, dat zijn zeker de uitdagingen. Ik heb ook begrepen dat mensen dan een beetje klagen over de internetverbinding. Ik heb er tot nog toe geen problemen mee gehad, dat loopt wel smooth. Maar het is wel een uitdaging. Wat vervelend is dat de vonnissen nu, het is niet fijn als niet jouw eigen vaste waarnemer gaat of je klerk gaat om de vonnissen aan te horen. Dus dit is ook een uitdaging, want krijg je de juiste informatie, daarna moet je de griffier bellen. Hoe moet je daarna aan je vonnis komen? Als je aankomt bij het kantongebouw, is er nou een tent buiten gezet met stoelen? Je wordt een paar mensen mogen maar naar binnen. Dus het is allemaal, het is een uitdaging. Omdat we ook een heel expressief beroep hebben. Mm-hmm. Dus je wordt eigenlijk aan banden gelegd op dit moment. Hè. Het is verre van de ideale situatie, maar we hebben er wel begrip voor. Maar zijn er andere uitdagingen los van de aanpak van de advocatuur? Het gevolg door die COVID, en dat zal waarschijnlijk ook komen met mensen niet meer normaal hun beroep kunnen uitoefenen. Ja. De cliënten betalen niet op tijd. Daar worden we mee geconfronteerd. Ja. Doordat we geen nieuwe zaken konden indienen, kan je ook geen geld verdienen. Klopt. Ondertussen lopen je vaste lasten als advocaat, de huur van je pand, je verzekering, je waterstroomrekening, dat loopt door. Dus dat moet je gewoon door blijven betalen. Dus helaas zijn wel veel kantoren door de coronasituatie financieel erop achteruit gegaan. Ja. Net zoals vele andere branches natuurlijk. Het is helaas niet anders. We lopen administratief best vast. Mm-hmm. En een griffier kan maar per dag zoveel advocaten spreken. Dus die balans is ook moeilijk, hè, want we hebben 200 zoveel advocaten. We hebben dan misschien maar per branche, per unit heb je misschien maar 4 griffiers. Bijvoorbeeld unit kort geding heb je misschien maar 2 of 3 griffiers. Die dan al die advocaten te woord moeten staan. Dus het is ook voor hun zwaar. Dus het is wel een uitdaging. Dat ga ik niet aan de stoel of banken schuiven. En hoe zit het met de cliënten? Tonen zij begrip met deze aangepaste situatie? Ja en nee. Als cliënten ontevreden zijn over het functioneren van hun advocaat, mogen ze een klacht indienen bij de deken, dus bij mij. En ik heb in deze periode meer klachten dan binnen? Nee. Ik heb, misschien moet ik het anders zeggen, ik heb meer oneigenlijke klachten. En dan is het mijn taak om dan zo goed als mogelijk te bemiddelen en ook uit te leggen aan de cliënt van ik snap uw frustratie en ontevredenheid, maar het ligt niet aan de advocaat. Ja. Op dit moment ligt het gewoon aan de hele situatie waarin we als land, als wereld in zitten. Dus ja, de oneigenlijke klachten stapelen op. Maar in principe hoef ik niet eens de collega's ermee lastig te vallen, want je voelt gelijk zelf aan van nee, dit is niet de schuld van de collega. Oké, heb je enig idee hoe de achterstand van de rechtszaken ingehaald zullen worden? Ja, we hebben een heel mooi plaatje voorgeschoteld gekregen bij de opening van het zittingsjaar door de waarnemend president van het Hof. Ze hebben schrijfjuristen nu die ze hebben ingezet. Dus, en ze hebben een heel schema waar ze aan werken. Het zal nog even duren. We hebben ook gewoon een tekort aan rechters. Okay. Het is te veel. Het werk is gewoon te veel. Het is voor hun niet haalbaar om dat te doen. Dus er moeten gewoon zo snel als mogelijk meer rechters getraind worden en beëdigd worden. Dat is de enige manier dat om die achterstand volledig weg te werken. COVID-19 gaat niet meer weg. Dat wordt gezegd. Ja. Heb je enig idee hoe de rechtspraak zich gaat aanpassen na COVID-19? Ik denk dat alles genormaliseerd is in Suriname. Ik denk dat we dus heel langzaam tot een normale situatie terug zullen gaan. In de hoop dat mensen wel de regels zoveel als mogelijk in acht zullen proberen te nemen. Zeer belangrijk. Maar ik heb bijvoorbeeld vandaag gelezen dat er een trein in Nederland niet vertrokken is, omdat er te veel mensen erin zaten en niemand wilde uitstappen. Dus het zal ook een beetje willingness zijn van onszelf, van ons, van de burgers, van ons als advocaten,
En ik ben bang dat als dat niet gaat gebeuren, het Hof weer de deuren gaat sluiten zoals ze gedaan hebben. En gewoon gaan zeggen van nee, we willen niemand binnen hebben. Dus voor onze eigen veiligheid, maar ook voor die van jullie. Klopt. Dus kijk, zij hebben bewaking. Dus ze hebben een beetje een stok achter de deur om dat in de rechte banen te leiden. Dus ik denk wel dat dat langzamerhand staat, dat steeds, zullen ze zich steeds meer openstellen. Maar ze zullen nog steeds wel heel voorzichtig blijven. Nonsement, bedankt voor je komst naar de studio. Ja, graag gedaan. Tot slot, heb je nog een boodschap voor de cliënten of voor je collega's? Ja, u mag in de camera kijken. Ik weet dat het lastig is als je zaak voor de zoveelste keer is uitgesteld. Dit keer is het niet te weten aan de collega's of aan de rechters. Het is echt de COVID-19 situatie helaas. Dus een beetje begrip en probeert u meer te communiceren met elkaar. Dan komen we er met z'n allen wel. En stay safe, stay home. Dankjewel Samantha. En we hebben gesproken met Samantha, deken van de Orde van Advocaten. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Blijf de voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Denk niet, wij zijn COVID-vrij. Het is nu momenteel zo dat er geen COVID-19 geïnfecteerde personen zijn in Suriname. Dames en heren, ik wens u een veilige dag verder. Tot de volgende aflevering.